Stuur mee. 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Oh! Kijk, we gaan het steden van de leven. Hey, goedemorgen. Welkom terug aan MotorVlog.nl. Mijn naam is Roy. En we zijn vandaag op 23 februari op de motorbeurs in Utrecht.
En dat was het dan weer voor deze video. Dit was de Motorbus 2023. Het is nu vrijdagavond dat ik deze video in elkaar zet. Dus 2 dagen van de Motorbus zijn al voorbij. En op internet zie je al best wel veel reacties over de Motorbus. En over hoe het is opgezet. En die zijn niet altijd even positief. Allereerst wil ik zeggen dat ik de standhouders die zijn geweest echt wil bedanken voor hun komst. Want door hun was er nog weliswaar een beurs. Maar inderdaad, mijn ervaring is ook, het was niet meer de beurs van vroeger. Het is niet meer de beurs die ik me kan herinneren van 10 jaar geleden. Heel weinig merkendealers, bekende en grote merkendealers. Wat ik al in de video liet zien. Hele rijen vol met BMW GS'en. Een fantastische motorfiets. Ik wou dat ik er een had. Maar het is niet de enige motorfiets in Nederland. En daar leek het wel een beetje op. Heel weinig importeurs. Suzuki had al aangegeven niet te komen. Honda was er niet. Yamaha was er volgens mij ook niet. Suzuki had ik al. De enige die daar eigenlijk waren, BMW. En Engelse merken zoals Royal Enfield. En onbekende merken en nieuwe merken. Dus in dat opzicht
ja, vond ik persoonlijk de beurs wel wat tegenvallen. Maar desalniettemin, er is genoeg moois te zien op de beurs. En mocht je dit weekend nog gaan, ja, ga gewoon. Het is ontzettend druk, dat is ook niet zo gek, want de beurs is de afgelopen jaren natuurlijk niet geweest in verband met corona. Dus ja, iedereen die staat te popelen om naar de beurs te gaan, er zijn heel veel kaarten verkocht, dus het zal heel erg druk zijn. Maar leg je verwachtingen niet te hoog. En als jij heel erg op zoek bent naar iets specifieks, dan zou je er best kunnen slagen. Maar ga je er voor de tweedehands motoren, dan die zijn eigenlijk wel op één hand te tellen. Dit was het voor deze video in ieder geval. Ik ga verder met het maken van de volgende video alvast, want ik ben een poosje stil geweest. Maar ik ga het weer zachtjes aan opstarten met het maken van nieuwe video's. En ik zie jullie graag in de volgende video weer terug. En bedankt voor het kijken. Als je naar de motorbus nog gaat, heel veel plezier. En tot de volgende video. Hoi!